We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Tijdens de avond- en nachtelijke uren is het lokaal bewolkt met enkele geïsoleerde regenbuien, voornamelijk langs de kustlijn en in het binnenland. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich plaatselijk nevel en of mist. Morgen, donderdag 30 november, gedurende de morgenuren, is het overwegend bewolkt met enkele verspreide lokale buien, overwegend in het kustgebied. In de middag is er een toename in verspreide lichte tot soms matige onweersbuien, soms gepaard met windstoten. Deze verplaatsen zich in de vooravond geleidelijk naar het zuiden van het land. Enkele kortstondige zware onweersbuien zijn niet uitgesloten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen gedurende de dag 75% kans is op matige tot kortstondige zware onweersbuien, mogelijk gepaard met windstoten.